Wij hebben hier een groep op, ja. En er zijn er nog twee bij. In één gingen we heel veel utopia's in met z'n zeven. Ze hebben utopia. Zit je ook in? Oké. Ja, dat is echt waar. Ja, dat geldt. En altijd als er iets is, wat er is, dan weet je allemaal. Oh, wat een eikel. Oh, hoe kan dit? Paniek! Ja, soms als we dingen zien en dan lekker andere meningen. Maar goed. Hebben we het gemist, hè? Op de markt. Moest er best gaan stemmen. Oh ja. Ja, stijf frieten bakken. Ja, dat was echt. Haar camera. En die polymeiden hebben daar foto's van gemaakt dat wij staan te stemmen. En die foto's heb ik nu op het scherm gezien. Het is zo raar. Dan zie je ons zo op die bankjes. Weet je, en jij staat dan zo schuin achter mij. En dan zie je al die mensen staan. Dan zie je pas hoeveel het was. Het was toen al, maar nu op die foto's zie je het helemaal. Maar kijk, ik wil die foto's echt hebben, want het is echt. Ik schrok ervan. Ja. Ja, acht man. En daar hebben we in auto zaten. We hebben het hier. Precies, hè? Ja. En dat is mooi. Wat is die andere? Nou, Shell. Oh, Shell. Shell is waar. Ja, de mannen komen weer terug. Ja, precies, ja. We laten ons niet... niet zoveel meer, hè? Ondertrekken, of... Ja, oké, we zijn zwak. Ja, mijn mannen zijn gewoon zo. Wij vallen voor de charmes van vrouwen. Stel ons maar eens. Ja, maar je weet wat ze zeggen over men go to the left because women are always right. Ja? Ik word een keer bij toiletten in een bedrijf gehad. Er stonden twee toiletten en stond er men to the left because women are always right. Want to the left is links. Wij zijn vriendinnen. Dan moet je boe zeggen, Wyatt. Je bent een man. 24 jaar. Ik heb wat opgegeven, Brennan. Ik geef het op. Tante, en dat is van een vriendin van ik heb het opgegeven. Vrouwen zijn gewoon hele mooie, unieke wezens die ons gewoon onder de duim hebben. Kunnen we nog zo tof gaan zitten praten, maar we hebben niks te willen. We doen alles voor vrouwen, dat weet je toch. Ja? Ja? Ze zijn makkelammetjes. Voor de juiste vrouw zijn wij makkelammetjes, weet je. Zeg maar ja, amen, is goed. Dan zijn we gewoon een verhaal die zo neervalt. Ja, zeg maar ja, amen, natuurlijk zat. Ja, doen we, ja, goed. Absoluut. Ja. En we zijn de spierbundels, dus we tillen alles. Oh, een mooie vos. Ik ben een verhaal niet meer. Eenmaal op. Ja. Gewoon zijn antilopen. Oeh, mooie panter. Nee. Gewoon neervallen. Nee. Ja, dit is heel. Ik zit meestal daar, dus. Ja, nee, ik. No. En we proberen weg te rennen, maar stel ons toch. Nee, dat werkt niet. Maar stiekem willen we het ook helemaal niet, joh. Nee, joh. Nee, joh. Ik voel het ook helemaal niet erg. Toch? En zo gaat dat, hè? Dat is zeker waar. Hij kwam er wel heel soepel uit, moet ik zeggen. Dat was die relatie. Maar dat is niet anders, weet je. Ja, regelmatig. Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat gebeurt, ja. Maar je moet even niet zo zeggen, oh, dat zijn die en die. Nee, maar daar hoef ik niet. Maar gewoon nog naar wel zo'n evenement. Is deze? Ja, kan. Nee, die was een trouwambtenaar. Ja. En toen was er stel dat voor hun tweede date gingen ze naar Utopia. Ja, alsjeblieft. Trouwen toe. Op je tweede date trouwens wel heb je. Nee, dat is wel heel snel. Ik heb mijn moeder me wel verraden. Ik zeg tweede date, ja, we gingen trouwen. Nou, vergeet je niet. Ik heb mijn oudste broer. Die ging op blind date met iemand. Die trok een week later in. Die is een maand later na de eerste date op zijn knieën gegaan. Ze zijn nu ook heel gelukkig. Ze hebben twee kinderen. Maar zo is het echt gegaan. Vergeet je niet hoor. Dat is echt, wij verklaarden hem ook voor gek. Maar het kan. Ze zijn al jaren samen. Nou, jaren, bijna 10 jaar denk ik. Ze hebben twee kinderen, één van 5, één van 7. Dus, dat is liefdevis gezegd. Ja? Nou, was die wel altijd iemand die al vrij snel ging. Dus we dachten nog, nou ja, we zien het wel. Maar het is echt blijven hangen. Het is echt het is heel serieus. Maar ze waren ook zo zwanger volgens mij. Nee, volgens mij zijn ze nog geen 10 jaar bij elkaar dan. Ze was zwanger tijdens de bruiloft. Is wel leuk.
Ze moet een jaar en 100 trouwen, dus ik denk dat er dan een jaar ongeveer tussen zit natuurlijk. Dus een bruiloft en een ja. Ja, dan moet je me, nou, dan zijn ze denk ik nog niet eens 7, 8 jaar samen. Ja. Ja. Vergis je niet, het kan. Het kan. Het is mogelijk. Die broer is 11 jaar ouder dan ik, dus die is 5. Dat zijn ook best wel laat nog met kinderen. Ja, maar dat eerst. Ja, daar twee, dan misschien hebben we lekker van de smoke. Laat heeft zijn vader ontmoet, toen heeft ze nog een kind gekregen, die is overleden. Toen kwam mijn andere broer en toen kwam ik. Alleen heeft er heel wat tijd tussen gezeten. Het is allemaal lekker. Nou, als mijn ene broer niet was overleden, was ik waarschijnlijk nooit geboren geweest. Want mijn moeder wou maar 3 kinderen. Ah. Ja. Dus, en ja, het is wel eigenlijk een dochter. Ja, ja, dat is niet gelukt. Ik had het vandaag nog met het over. Ik zeg, nee, het is niet gelukt. Nee. Ik weet dat je het wel, maar... Sorry, mama. Het is niet gebeurd. Ja, ik heb wat betreft... Want dat is ook net een derde zoon gehad, hè? Ja, nee, ik zeg altijd, ik ben in principe mijn leven dankbaar aan het feit dat mijn broertje overleden. Klinkt heel stom. Ja, anders was je niet geweest. Mijn moeder had echt geen 4 kinderen genomen. Dus ze had zoiets van, ja, weet je, omdat, ondanks dat ze natuurlijk wel uiteindelijk 4 kinderen heeft gekregen, heeft ze er maar 3 uiteindelijk. Maar ja, weet je, aan de andere kant, ja, ik zei, ik... moeder zei altijd, ik wou een dochter, ik heb een halve zoon. En op een gegeven moment was ik heb een zoon. Ja, ik heb gewoon 3 zoons, ja. Sorry. Dikke prima. Ja. Maar ze heeft het wel heel, heel erg geprobeerd. Door de eerste 10 jaar is ze echt in jurkjes, rokjes en lang haar. Ik zou eigenlijk maar willen kill. Ja, ik heb een kilt. Ja. Ik heb nog overwogen vandaag aan te doen. Mm. Dan kreeg niemand van trek je mooiste kleding aan. Ik denk, daar zal ik een kilt aan doen. Mm. Dat is ook echt een gelegen. Ik weet het wel. Als je doet het er. Ja, dat kan dan weer niet, hè. Dat mag niet allemaal. Maar je wil maar geen doedelzak horen spelen. Nee, dat wil je niet. Dus ik heb gekozen voor een blouse in dezelfde kleur als mijn schoenen. Ik denk dat werkt ook. Ja, outfit is gewoon een fliek. 4? Gewoon fliek. Oh, ja, ja. Doe. Ik loop erbij, jongen. Ik heb van alles lopen doen vandaag. Nou, ik ben blij dat ik straks je pak kwam. Dan was ik echt overdressed geweest. Nee. En de drukte Brennen? De boom geweest. Was naar de meer. Regelen voor een huisfeestje volgende week. Oh, een huisfeestje. Ja. Daar zijn we mee bezig. We hebben nog een leuk huisfeestje kunnen regelen. Nog even partyen. Ja. Ja. Gelijk, hè, weer. Ik denk dat ik al daar zou feesten. Die zijn wel wanneer, als ze ook zeggen. Het zijn de laatste, ja, waarom niet? Maak elke dag een feestje ervan. Zo, helemaal groot, los. Mijn oma hier moet ook lekker feesten. Ik zei echt van, oh, kan niet wachten. Dan kan ik met Hisse ook. Kan niet wachten, oh, mooie dame. Ja, mooie dame is buiten te zien. Precies. Dan misschien weer een lieve vriend. Kijk, vroeger was scheiden... Wie weet je? Gewoon, dan kom je de club in. Daar een mooie dame. Daar een mooie dame. Daar een mooie dame. Ja, even flexen. Daar een mooie dame. Flexen, dan, Nee, ik ga waarschijnlijk eerst gewoon als ik een jochie in een soepje zin kom. Mijn moeder was 40 toen ik kwam. Ja, maar je moet ook een beetje actie, ja. Nee, waarschijnlijk loopt de eerste uur alleen te lachen en blij te zijn. Wauw. Oh, nee, fijn dat je gewoon weer kan kijken. Een mooie vrouw. Ja, ik kan zeggen, heb je die hier nog niet, maar... Had er in dit appel of... Ja, ze is er bij. Nee, deze. Als je in de club komt. Ja, die is dan nog 20 jaar leeg. Arnhem. Koren, Koren. Of naar Antwerpen in mijn brengen. Dat zit dan ook over. Een, ja, dan gaan we naar een karaokebar in Antwerpen. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten, maar... Ja, ik had laatst mijn haar verbeeld doen binnenkort als langs. Als in de buurt is tenminste, want mijn haar is echt vleeselijk. Daar kun je niks mee. Ben benieuwd. Ik moet echt die kant op en dan kan ik het net drogen, maar het is echt vreselijk. Het is dat het nu plast, het is een wonder. Maar ik loop over het algemeen muts op boven, want het is niet te doen. Oh, that feeling, bro. Ja, ik had zoiets van, als je een keer in de buurt bent, kom alsjeblieft mijn haar doen, want... Had ze ook gereageerd op? Ja, ze zijn dat Mirjam en Annemarie wouden ook zei, dus als ze dan de mogelijkheid heeft, dan doet ze het allemaal goed zelf. Ah, beter. Ja, ze zeggen, dit kan gewoon niet meer, dit is een ramp.
Ja, vanuit Haarlem. Ja, nee. Het is plat, maar het is prima. Ja, maar als je dan gedoucht hebt en dan moet je dat drogen. En ook op mijn voeten drogen, moet ik ook gewoon op mijn knieën helemaal op mijn voeten te drogen. Want je kan gewoon niet rekken en strekken. Ja, dat zijn echt van die dingen. Ik heb het idee dat het dan niet... Als jullie pakken, dan haal ik erin. Ik ben wel voorzichtig, hè. Dus, ja, maar het idee dat je het niet kan strekken of zo, lijkt me zo nodig. Nou, weet je, ik ga echt helemaal zo op mijn knieën zo. Om dan mijn benen zo te kunnen droogmaken en zo. En dan mijn rug is ook heel ingewikkeld. Dan moet ik eerst die handdoek zo half overheen. Dan... Heel voorzichtig zo. En dan moet ik weer goed gooien, anders moet je opnieuw. Maar ik was wel moe. Ja, die tip heb ik ook gehad, ja. Ik heb er dan weer geen föhn, zeg maar. Dus dan, ja, maar die zijn 20, 30 euro heb je gewoon een goede föhn, dat je gewoon zo kan staan. Maar dat is ideaal. Het punt is, ik moet toch weer een half uur drogen, zeg maar. Dus dan denk ik, ja, nou ja, dat droogt dan ook wel weer pas. Ik heb een druppeltje mis. Dus. Ja, maar ik deed het ook zo bij mijn pleisters toen. Oh ja. Ja, de pleisters zijn er nu al af en alles. Ik heb alleen nog maar echt oploshechtingen die van zichzelf moeten loslaten. Ja. Dus het is voor mij echt afwachten. Maar sommige plekken laten los en het is nu wel echt al mooi aan het worden. Ja. En snel gewoon. Ik moet het een beetje gaan aandenken voor mijn werk, denk ik. Maar wat anders wil ze me over 3 weken alweer aan het werk hebben. Zeker. Ja. Top, passen. Ja. Dan denk ik, Wyatt, kom maar weer af hier. Ja, nou, ik was stond op de big voor een euro. Ja. Dag. En ik was dus naar de Mackie gegaan en ik toen zei hij al van, moet je niet werken, zei iemand. Zegt nee, ik ben geopereerd. Oh, goed geregeld. Dan zeg ja, want deze dag wil ik niet werken. Het is zo'n dag dat het zo druk is, dat je niet wil werken. Zeg maar, ik kom wel even zelf. Ik heb hem meegenomen, die katillen, dus ze doen er maar drie. Nou, ik had er al lopen naar huis gelegd, Zondag te wachten, maar te wachten bij de kerst. Ja, waar blijf jij? Met de markt, ja. Ja. Ja, we missen er allemaal, ja. Had ik ook nog geregeld? Ja. Ja. Dat was jij geregeld. Ja. En ik zei nog even door. En op een gegeven moment vroeg ik eerst door. Ik zeg, nou weet ik het niet meer. Dan moet ik mijn telefoon erbij pakken. Waar al gewend. Maar het was geweldig. Het is wel goed. Anders hadden we de stemming niet mee. Toen waren we al naar huis geweest. Ja. Ik vind het leuk. Als je erbij met de stemming. Ja. Wat? Ja, ik ben daar wel leuk. Ik heb alles. Mooi biertje? Ik heb alles voor. Ja, nou, ik weet het niet. Mooi is dat dan, hè? Ja. Ja. Ik had heel graag aan de andere kant willen staan. Ja, nee, toen was ik met die maat was ik gewoon net een week geopereerd. Met Jacco en al. Dus dat voelde me op zich best wel goed. Ik heb zelfs nog gewoon naar dat vrijwilligers ding te komen. Maar ik kon toen nog niet auto rijden, ik kon geen vervoer regelen. Maar als ik vervoer had kunnen regelen, had ik daarbij kunnen. Ja, dat zei Annemarie dus ook al. Maar dat was mijn, want op zich voelde ik me oké. Ik kon lopen. Alleen ik kon toen nog niet auto rijden. Ja, dat was mijn enige punt. Ik zei het punt, dus ik moet als ik kon. Want op zich voelde ik me oké qua pijn. Zeg, als ik kon, moet ik wel een plek hebben waar ik even rustig kan. Dat er niet te veel mensen... Maar dat... Van naar buiten liep je niet. Zeg, het viel echt allemaal ontzettend. Dat dacht ik ook. Ja. Dat leek me wel leuk, hè? Ja. Nee, helaas niet. Nee, ik heb het eigenlijk ook niet mee. Maar dat was het. Rijdt waar je rijdt. Ja, dan. Dat is maar wat je leuk vindt. Nou. Maar wat erbij kan kijken dan, hè? Als je erbij staat, zo. Hoeveel mensen op de benen. Ja, 1000 man staat even mee te kijken hoe je live zo op te stemmen. Hallo! Verschrikkelijk. Ja. Mensen die gaan klappen als je hebt gestemd. Dit is vaag. Maar dan krijg je ook een beetje een reactie of zo. Meestal is het gewoon doodstil, dan loop je weer terug. Dan geef je zo'n stiftje en nu is het... Ja, dan denk je nog, oh, wie moet je de stift geven? Raak je helemaal in de war? Nee, niet iedereen kreeg applaus met stemmen. De een iets meer als de ander. En zeg je, Jessica? Dat niet iedereen applaus kreeg met stemmen. Ik zei, de een iets meer als de ander. Ja. Ongemakkelijk was het wel. Ja, dat snap ik. Dat dat voor jullie ongemakkelijk is, ja. Op een gegeven moment werd het zelfs gejuicht, denk ik. Ja. En een hartje? Ja, ik dacht, wat is dit? Goal gescoord. Yeah. Maar sommige dingen vond ik wel zielig, even. Sommige dingen vond ik dan wel even. Denk je? Sommige iets gaat wel. Ja, maar dat is normaal ook. Ja, dat weet ik. Dat snap ik. Maar de mensen die meekeken.
Ik zal het niet zeggen tegen jullie dit of dat. Nou, regel een microfoon. Ik heb die ene dag wel iets gedaan. Want ik heb toen... Ja? En toen heb ik een keer zo gedaan. Oh, ik wou, ja. toen was ik even gemeen, toen deed ik het ook zo. Maar iedereen had zijn eigen leuke kant en dan ben ik. Ik ken zoals van een vrouw die tegen hem zei, en zijn Milaanstem, ik weet je te vinden. Serieus? Ja, dus, dan word ik heel flauw. Ik liep aan die vrouw van, oh, wat gezellig, gaan we op date? Als het een leuke meid waren geweest, hadden ja, had je het wel gedaan, hè? Nee. Dan was mijn vrouw van. Dan hadden we, je hebt genoeg gedate hier. Brennan die zit te vertellen. Niet meer hier, hè? Als er aan een mens gezet hier op de markt, als Brennan op Milaine zou stemmen, dan wisten ze Brennan te vinden. Ja, maar dat was een oudere mevrouw. Maar dat waren hele leuke meiden. Ik zei, hadden toch iets overgehouden, Utopia. Als ze naar mijn leeftijd gehad, was dat anders. Oh. Nee. Ik kon er wel om lachen. Was gewoon een mevrouw van rond de 70 of zo. Daar gaat het niet meer uit. Ja. Ja. Ik vind het toch mooi. Ik vind het ook zo'n rare vraag. Ja, goed, al je zijn een beetje weg nu. Daarom. Ja. Ja. Hou op, schat. Daar hadden we het van de week nog over, hè? Ja. Ik heb zelf ook al een keer gezegd dat je verkeerde vrienden had. Ja. Dat is allemaal weg. Ja. Nou, we zijn er nog. Hè? Ja, gelukkig. En dan ben ik wel als ik er buiten kom. Ik heb al bijna iedereen afgesproken. Jong, neem pils mee. Dan gaan we gewoon zitten zuipen en feesten. Neem een spiekertje mee. Ja. Gewoon feesten. Die kan iemand een broodje. Ik ook. Nee, heb dat op. Kan niet verwachten dat ik zoveel zo opeten. Is zo gemaakt? Ik vind het wel een mooi motief. Ik weet wat ik heel graag zou willen kopen. Een bak, iets van een bakken. Een bak? Ja, is er iets nog van een bak dat ik kan kopen? Ja, bakblikken hebben we, maar die gebruiken we nu nog eigenlijk. Allemaal? Ja. Maar zoveel hebben we er niet meer. Ze zijn heel veel weggegooid. Oh ja, maar ik heb niet gezegd, maar dat vind ik wel leuk om het hier bij de keuken neer te zetten. Een bakblik van mij. Een bakspullen. Ik doe heel graag bakken en... Ik doe altijd maar voor ons hierin koken. En dan heb ik een open en kan lang leven Google. Google en Wikipedia. Ieders beste vriend, het middenbaar. Ik weet alles. Maar nou, ik vind het ook mooi. Het is gewoon nu een dikke vandalig woordenboek. Staat erin. Google is gewoon een geaccepteerd werkwoord. In de Nederlandse taal. Dat is echt prachtig. Ik Google. Dat het gewoon in een woordenboek staat. Nee. Dat was het maar dat is ook wel logisch, want het is helemaal vrije tijd. Maar het ook erin zou komen, was wel... Ik kan niet meer zonder doen, volgens mij. Precies, dan weet het typetje in de Google. Ja, ik ga niet meer naar een encyclopedie langs... Nee, maar er zit niet meer in een hotel van de spaar. Wat? Telefoon nummer op, vandaag geeft in mijn telefoon. Dan raak ik het antwoord. Ja. Ook, als je dat op je telefoon doet, dan kun je ook nog gelijk op het nummer drukken en dan belt hij je gelijk. Een beetje is te makkelijk aan het worden. Een encyclopedie die kan dat niet. Dan loopt niet meer zo'n boek. Hallo. Wat is dit? Genomen. Heb je die naar Utopia gebracht? En net zoals Katie gaat dan eigenlijk alle dingen gaan weer terug naar de eigenaar. Ja. Maar toen Penny had vandaag gebeld met Roos. Roos is dan de eigenaar van de geiten en van de kippen. En toen zei Roos zei, oké, ik wil het best wel eerst wel even op de eentjes passen. En daarna
Ik ben nog een vakantie. Ja, Bora, Bora. Ja, appartementen wil ik. Ik heb niet meer nodig, vrouw alleen. Nee, is prima. Het is groot zat. Je kan er zelfs met z'n tweeën wonen. Zo, ik ook genoeg fijn als ik... Dan denk ik leeg. Hij is weinig vandaag geweest, die ding. Wees. Oh, nee. Ja. Leuk. Dan kom ik bij mij wonen. Samsky, allemaal netjes met basementbatterijtjes, ben ik het afgepest. Meestal ben ik het hoor. Zeg je? Meestal ben ik het hoor. Ik doe niet, zo vaak. We moeten wel goed luisteren dan. Nou ja, weet je, uiteindelijk, als je, net zoals we hier hebben gedaan, kunnen we de jongeren dan ook weer, als ze oud genoeg zijn, kunnen ze dan weer, weer naar een andere eigenaar. Nee, dat ga ik niet doen. Ik weet nog niet eens of het kan, maar ik ben daar geen voorstander van. Daar zijn we er keurig van. Weet je, toen we destijds. We hadden weer een tweede keer kans op jonge eentjes toen. Mm-hmm. Paula weer. Dat heeft trouwens twee keer nog weer geproefd. Ja, twee keer. Ja. Oh. Ja, dan nog. Kate is gek op eitjes. Eitjeslepper, ja. Dat geeft omplaatje. En gek op eieren is. Gisteren gingen we er ook lokken heuk op met eieren. Ja, dat ze wegging. Ja. Ja, maar ze is een goed huis. Ja, je mist echt een gebrom. Dan denk ik, waar is ze, weet je? Ik heb wel eens dat ik aan het sporten was, dat ik dan Katie heel hard door de brom. Als het gebeurt, wordt het er allemaal op. Of dat ze naar... Ja, of dat ze naar bed moest van Adriaan om 6 uur altijd. Oh, herrie. En dan denk ik, ik zei altijd, waarom breng je dan om 6 uur naar bed? Laat dat beest lekker, weet je? Als ze naar zelf gaan, gaat ze wel, weet je? Nee, 6 uur moest ze altijd naar bed. Snapte ik nooit. Nee. Ja, misschien omdat ze anders misschien ergens anders gaat slapen. Ja, onder de caravan ligt ze anders, maar... Ja, nou ja, weet je. Ja, is ook niet erg, hè? Ze daar prima ligt. Ja. Ja. Ik weet het niet, misschien routine. Misschien is dat goed voor beestjes. Ja, goed. Geen idee. Geen verstand van, dus... Nee. Weet je zeker? Is echt heel lekker. Ik kan het doen anders dan maar doorkap. Ja. Wat? Sorry, ben jij? Is het lekker? Ja. Hij is super lekker. Ja. Heel makkelijk, hè? Om te maken. En ook heel gezonder dan uit te pakken. Het is gewoon rode wijn. Rode wijn? Ja, dan gooi je een spa blauw bij of spa rood. En dan fruit en een beetje suiker. Ik heb wel die zout bij me. Ja, ja, hallo. Wel dan je, hè? Dan zijn we daar een rode auto. Nee joh, kom op. En een jokka een beetje suiker, dat is wel belangrijk. Je moet het wel zoet maken. En als je er veel, in principe gooi je er altijd veel sinaasappelsap in. Er zit natuurlijk zuur in, dat versterkt nog een keer. Dus daarom komt suiker. En het beste eigenlijk, ik heb er nu gewone suiker in gehoord. Maar het beste is wassend suiker of poedersuiker. Niet heel veel, maar om een beetje te zorgen dat het wel zoetig wordt. Anders wordt het te zuur. Dat wordt niet lekker. En waar is er een... Zit er nou ook sinaasappel in? Nee, nee, hè? Maar is er niet. Nee. Ik kan niet tegen citrusvruchten. Nee. En hier zit er ook een heel klein beetje, jongen, dat is wel lekker voor de winter. Er zit een heel klein beetje kaneel door. Ja, dat proefde ik dan. Ja. Ja, dan krijg je wel een beetje dat gluwijn. De gluwijn, dat verzekerde. Ook net zei je wel, met kerstmis. Daar vind ik niks aan, gluwijn. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Nee. Als je nou een stille nacht zingt, dan zeggen ze geboord. Nee, zegt die dirigent. Geboord, want geboord. Geboord is heel boord. Geboord. Het kan meerdere dingen zijn, hè? Nee, geboord. Dat is geboren. Maar geboord. Maar jij hebt ook meer dingen. Jij hebt goed geboord. Ja. Dan willen ze zeggen, nou, jij hebt goed gedaan. Ja. Nou, ik moet een boer, hè. Nee, dus je bent met de stille nacht zingen. Geboord. Kindjes, geboord. Dan zit thuis 7, zegt hij. 7. Nou, dat heb ik ook wel. Ik dat dit naam niet ook. Ja, maar dat is gewoon dialect. Ja, maar als dan is voor je vrouw en een man en een kleine zater als ze het laatst gehad. Superleuk. Ja? We hebben een klein zoon van 3 en een kleine meid van, wat daar, 10 maanden.
En die zat zo in een Sinterklaasje zo. Oh, leuk. Had zijn DVD nou te maken, weet je wel. Oh ja, ja, dat deed ik ook altijd. Dat zat ik van de week te vertellen, dat kennen ze allemaal niet hier. Oh. Ja, ik vind het zo leuk. Nou, mijn dochter was vorig jaar aan de Sinterklaas, omdat je zei wel vorig jaar op 2. We hebben de eerste keer gedaan. Ik denk de eerste jaar dat we dat bij mijn dochter hebben gedaan. Ja, die woont in de hoekje, bij ons op de onzijde grond zit, want die. En die, nou, en de tweede keer dan door Sinterklaas, nou had ik dan die DVD gedaan. Oh, zei ze, ik vind het veel leuker als het is Sinterklaas. Ja, is ook zo, maar het is veel persoonlijker, is het? Ja, ja. En dan zei Sinterklaas, boek openmaken en dan... Ja, de namen zeggen ze dan, en je hebt het goed gedaan, en ja, je hebt een zwemles goed gedaan dit jaar, en zulke dingen allemaal, ja. Ja. En hij is graag boerenzool, ja. Zet je dan een krokos? Ja. En spekjes? Nee, zei hij. Ik doe nooit zijn spekjes bij de boerenzool. Ik ook niet, nee. Nee, dan kan ik eigenlijk ook opscheppen. De rookworst en de gehaktbal en de verse worst en dan een aparte mee. Ja. Die schat twee switchen van. Ja, dat zei je. Dat was maandag. Dat was maandag. Ja, maar ook niet. Ja, maar dan zat dat nu komen. Dat was ziek. Dus die hoefde niet. Nee. Ik ga je alleen nog even aan de markt zoeken. Toen had ze zat een toren. Het was soepel. En, is het wel een beetje soep? Ja, wel een beetje soep. Oké. En is er nou nog meer? Ja. Maar dat kwam goed uit. Uit. Want ik moest toen wel knutselen. Toen kreeg ik een appje van Monique mee op. Dus was het goed uit. Nee. Voordat je drinken ook nog bloed en bloed uit. Dat is een ziek. Ik had het vorige week ineens, dus ik had het kort. Ik was soms niks aan de hand. En in één keer kreeg het koud. Ik kreeg het koud. Ik had een hoodie aangetrokken, muts op, 100 dekens, kachel aan. Helemaal koud. Oh, helemaal heel in slaap gevallen. Toen werd ik wakker, had ik bloed heet. Alles weer uitgetrokken, alles weer uitgedaan. Had ik 38,8 graden kort. Een buf gehad. Die had zoiets van, oh, even de dokter gebeld. De dokter zegt, nou, hoe ziet de wond eruit? Nou, mond zag goed uit. Ja, ik kan gewoon griep krijgen. Ja. Schrik wel even, denk ik. Ja, ik had ook zoiets van, ik had gelijk mijn buf, ik had zoiets van, check die wond voor infecties. Maar die had zoiets van, ziet er goed uit. Zeg, nou, als je het niet zeker weet, dan mag je mijn chirurg hebben. Dus stel gewoon op een maandagavond, 8 uur, gewoon mijn chirurg hebben. Die had zoiets van, oh nee, is goed hoor. Morgen moet hij langskomen, toch? Ja, als hij liever nog koorts hebt en later komt, ze, nee, kom morgen gewoon. Ik wil heel graag morgen douchen, dus nog de eerste week mocht ik.